nieuw dit jaar op het Klompenfeest is de mini-triathlon. Deze sportievelingen moeten allemaal 12 baantjes zwemmen, 10 kilometer fietsen en nog eens 2,5 kilometer hardlopen. We wilden een laagdrempelig nieuw onderdeel aan het Klompenfeest toevoegen. En dus besloten om dat een triathlon te maken. We hebben wel een mini-triathlon. Korte afstanden, betekent dat het voor iedereen toegankelijk is, laagdrempelig. Iemand op zijn open fiets kan bij wijze van spreken meedoen. En vooral ook door die korte afstanden, iedereen kan wel zwemmen, iedereen kan wel een stukje hardlopen. En fietsen doen we allemaal aan de school. En Zwembad de Schaak heeft als gebaas, zeg maar, richting de Twelloenaren en de omgeving, de atleten, hebben het buitenbad langer opengehouden. Normaal gesproken was vorige week al met de huisdieren in het water in. En speciaal voor de triathlon hebben ze nog een week langer opengehouden. En dat we in ieder geval dit evenement hier kunnen organiseren. Hartstikke goed! We misten eigenlijk iets voor de energiekelingen, voor het sportieve gedeelte. En vandaar dat we dachten van dit is een onderdeel wat we nog niet in het Klompenfeest hebben. En dat is echt van toegevoegde waarde. Nou, dat blijkt ook uit de reacties die ik tot nu toe heb ontvangen. En zeker voor herhaling vatbaar. Sowieso voor iedere deelnemer is er een medaille, een herinneringsmedaille aan deze eerste mini-triathlon. En daarnaast is er een prijsuitreiking. De eerste, tweede en derde bij de dames krijgen een medaille en de eerste, tweede en derde bij de heren krijgen een medaille.